Welkom bij de Kruidenheksen. We gaan vandaag aan de gang met de smeerwortel. We gaan een medicinale smeerwortelcreme maken. En daarvoor moeten we dadelijk eerst de plant gaan uitgraven. Ja, dit is een ideale plant. Echt een heel plant met heel veel toepassingen. Dus we gaan jullie even wegwijs maken met de smeerwortel vandaag in de hoofdrol. Ja. En het is de tijd om te oogsten, dus vandaag. Ja, je kan het zien, hè. Ik zal even inzoomen, dat is makkelijker. Ja, dan kan jij gaan graven. Ja. Neem even een spade mee. Wij gaan deze plant overigens gewoon lekker in de tuin zetten. Want wij hebben al wortel geoogst en ingevroren voor de winter. Kijk, ja, daar komt hij. Daar komt hij. Dus even laten zien, want het is zo mooi. Even kijken hoor. Kijk, daar komt hij tevoorschijn, de wortel. Hier wat moet je een nou toch eens kijken. Wortel. Kijk, hou hem stil. Kijk, en wat het mooie is aan deze plant. Hij is overigens gewoon. In Nederland gebruiken we hem alleen uitwendig. Onthoud dat even. De wortel is heel erg goed te gebruiken. Maar ook het blad en de stengel. En je ziet dat die. Kijk, de plant sterft af in de winter. Het is een fantastische plant. Het is echt een van onze lievelingsplanten. Maar we gebruiken hem ook heel erg veel. Dus we zullen straks iets over de toepassing vertellen. En ga hem alsjeblieft halen. En dan heb je altijd EHBO-creme bij je. Inderdaad. Het is echt een medicinale EHBO-creme die we gaan maken. En wat ook heel even leuk is om te laten zien. Dat is zeker als je een voettocht maakt. En je hebt echt even een energieboost nodig. Dan zie je hier die paarse bloemetjes die eraan zitten. Als je die beet pakt. Even kijken of dat ik het zo kan zien. En je haalt ze eraf. En je stopt de achterkant ervan in je mond. En je zuigt eraan. Dan proef je gewoon de nectar die in die bloemetjes groeit. Erin zit. En dat geeft echt wel een energieboost. Nou, we gaan ermee aan de gang. Ja. Nou, dan gaan we nu eerst de EHBO smeerwortelcreme maken. Je kunt die een jaar bewaren als je die op basis maakt van kokosolie gewoon met de wortel erin. We hebben net die smeerwortel uitgestoken. En die moet je eerst natuurlijk heel goed, de wortel moet je schoonmaken onder de kraan gewoon. Ja, er komt best wel veel aarde vanaf. Ja, maar het inderdaad. Mooie is wel dat je van één plant echt heel veel wortel hebt. Hè? Dus je hoeft niet weten hoeveel planten te halen. En wij zetten ze dan ook nog in de tuin, omdat we er zo gek op zijn. Ja, en je moet eventjes onthouden dat je de rest van de plant niet weg moet doen. Want daar hebben we dadelijk ook nog wat tips voor. Ja. Niet weggooien. Allerlei. Dit is in ieder geval de tijd om de wortel te oogsten. Dus ga dat nog even doen. Wij hebben de wortel al schoongemaakt thuis. En deze hebben we in de vriezer gehad. Omdat wij het gewoon het hele jaar door gebruiken. En dit was gewoon makkelijk nu om het schoon mee te nemen. Ja. En die ga ik eerst een stukje snijden. Ja. De Latijnse naam voor smeerwortel is Symphytum officinale. En de benaming officinale in het Latijn achter de plantennaam betekent dat het een medicinale toepassing heeft, de plant. Nou, wij noemen het een EHBO-plant. Je zou het echt in kunnen zetten zoals je misschien wel kent de arnica. Ja, of de aloe vera. Ja, maar dat is niet echt ineens. Ja, niet, ja, het heeft wel EHBO-toepassingen, maar de arnica is echt zo'n EHBO-toepassing. Je kunt hem inzetten voor heel veel toepassingen, maar wij gebruiken hem bijvoorbeeld voor blauwe plekken, kneuzingen. In vroegere tijden gebruikten ze hem voor breuken. Nou, wij gaan daarvoor gewoon naar de gipskamer natuurlijk. Maar dan kun je je voorstellen hoe sterk die plant werkt. Pijnlijke gewrichten, blessures. Hij is anti-verouderend, ontstekingremmend. Dus ook als je bijvoorbeeld een ontsteking hebt in je gewricht, reumatische klachten.
Hij is huidverzorgend. Hij werkt tegen kloven. Ja, het is gewoon een fantastische plant. Wij zijn er echt... Ja, wij zijn we kennen hem natuurlijk hartstikke goed, maar nog steeds verwonder ik me erover. Kijk, wat mooi dat die wortel er ook van binnen uitziet. Ja, hij is van buiten dan donker en van binnen dan licht. Het is zo mooi. Hij kan er gelijk bij. Ja, hij kan gelijk bij de olie. Erin. Dan hoeven we hem niet in de vijzel nog te doen. Hè? Dus het is gewoon echt super makkelijk. Je doet die wortel in kokosolie. Je ziet ook wel eens recepten met vaseline, maar gebruik daar geen vaseline voor. Want vaseline, er zitten gewoon chemische bestanddelen in. Dat is zonde. Vaseline is een aardolieproduct. Ja, dat moet je niet willen. Dat moet je inderdaad niet willen, nee. Nou, wat je dus doet, is je doet niks anders als de wortel in de kokosolie. Heel simpel, stukjes. En dan doe je hem in... Ik zal hem even dichtbij houden. Ja. 3 dagen lang... Verwarm je hem af en toe, zodat de wortel in de olie kan rijpen. Je zet je gas gewoon weer af. Je doet er een dekseltje op en je laat hem weer rijpen. En dat doe je 3 dagen lang. En nou zeggen ze van aubergine, maar je kan ook gewoon, als je er even bij blijft staan bij het fornuis, hem even gewoon op het vuur zetten en verwarmen natuurlijk in een grotere pan als deze, hè. Maar zelfs zo, met zo'n lichtje op de tafel zou dat gaan. Je doet even het vuur eronder. Je geeft de olie de tijd om te verwarmen, maar niet om te frituren natuurlijk. En zelfs aubergine kan die te heet worden, dus dat is ook geen garantie. Dan doe je de deksel erop en je laat hem rijpen. En dat doe je gewoon met die liefdevolle aandacht een dag of 3. Ja. En dan is die klaar. En dan ga je je wortel eruit zeven. En dan doe je hem in potjes. Ja, zal ik die ook even van dichtbij laten zien? Doe maar. En bij deze is ietsje lichtgroen, daar hebben we een beetje blad bij gedaan. Maar de wortel alleen is voldoende. Kijk, en dan heb je dus... Wij nemen zo'n potje mee in de tas. Ik ben persoonlijk nog wel een rouwdouwer die overal blauwe plekken oploopt. Ja, en jij hebt hem nodig omdat je gewoon hele gevoelige gewrichten ja. hebt. En dat is gewoon heel vervelend en pijnlijk. En dan is deze plant echt zo'n liefdevolle oplossing. En vroeger gebruikten mensen het ook op wonden. Maar dat heeft het risico dat de plant is zo sterk helend... dat de wond soms te snel dicht gaat, waardoor die kan gaan ontsteken. Dus dat zouden wij persoonlijk niet doen. Als er nog viezigheid in de wond zit, dan gaat die eigenlijk te snel dicht. Sluit je de viezigheid in, zeg maar. Ja. En inwendig gebruiken we hem in Nederland ook niet. Maar maak er gewoon zo'n balsem van. Gebruik hem voor jezelf, gebruik hem voor je kinderen. Gebruik hem voor je huisdieren als ze een blessure hebben. Ja, hebben we ook al een keer gedaan bij de hond. Ja, zo schattig dat hij daar zo'n steun aan had. Dat hij pijn aan zijn poot had, dat we hem ingemasseerd hebben. Dus alleen daarom al, mensen, gun jezelf die plant. Ja. Ik laat nu even een andere toepassing zien. Oh. Van het blad. Wat je dan doet, is je pakt gewoon het blad. Zo, en een stukje van de stengel. Je kan de hele plant gebruiken. Dus ook de bloemetjes. Ja, ik haal deze er nu even af, maar je kan... Kijk, en wat ik dan doe, is ik knijp kneuzen. Zeg maar kneuzen in mijn hand. Als ze nou droog zijn, want ze zijn nu een beetje vochtig van buiten, dan hoeft er niks bij. En als ze heel droog zijn, als het gewoon mooi weer is, doe ik er een heel klein beetje water bij in de vijzel. Nou, dan doe ik dit. Dus ik stamp. Even een beetje vijzelen. Ja, eigenlijk niet eens vijzelen, maar eigenlijk stampen. Kijk. En dan ontstaat er... Zo, dit is genoeg. Een soort van pap. Ik ga het ook weer dicht laten zien. Kijk, ik zal het zo doen. Kan je het zo zien? Het is eigenlijk een soort groene kruidenverband. Pasta-achtig. Ja. En dit doe je direct op de plek. Kijk. Ik hou hem dan zeg maar zo bij elkaar. En dit... Breng stel je voor dat, op mijn, de plek. Dat mijn pols pijn zou doen, dan doe je dat erop. En dan doe je er iets omheen, een stuk oud t-shirt of zo. Als een verband. En dat laat je zitten totdat het eigenlijk helemaal gedroogd, verkruimelt, totdat het er vanzelf afvalt. Ja.
En dan haal je het eraf en dan kan je het nog een keer doen. Wij doen het meestal twee keer per dag als het nodig is. Als je echt pijn hebt ergens aan. En het haalt ook de zwelling weg. Als je bijvoorbeeld een dikke verstuikte enkel hebt of wat dan ook. Nou, het is echt een... Echt, een wondermiddel. Ik overdrijf niet, het is een wondermiddel. Het is een wondermiddel, absoluut. Nou, dit is dan dit met een reep stof eromheen. En dan wil je me nog een keer de plant geven. Het laatste wat je gewoon nog kan doen is, stel je bent aan het wandelen. Je bent gestoken door een insect. Of je hebt een, nou zoals ik ben een beetje een, wat zal ik zeggen, een beetje onvoorzichtig. Ik stoot me regelmatig. Dan doe je gewoon even dit. Je verfrummelt hem ook weer. En je doet dit. Dat voelt een beetje ruw aan natuurlijk, zeker als je al ergens een beetje last van hebt. Kijk, dan zie je, dan wordt dat groen. Nou, that's it. Ja, dat kan je ook met de binnenkant van de steel doen. De binnenkant van de steel is een beetje slijmerig. Ja. En daar werkt dat ook heel goed mee. Dus het is echt een wonderplant, een wonder EHBO-plant. Nou, en die plant die is dus in het verleden in ontzettend veel gebruikt door mensen. We zijn hem nu vergeten. Ja. Vraag me niet waarom, want ja, we gebruiken natuurlijk alleen maar chemische middelen met chemische pijnstillers die we op ons lichaam smeren. En het mooie van de smeerwortel is, hij neemt de pijn weg, ja, maar hij maakt je ook beter. Dus hij zorgt er ook voor dat iets van ontsteking geheeld wordt. Omdat het zo ontstekingsremmend is. Het is niet alleen maar pijnstillend. Je moet overigens niet denken dat je op het moment dat je het erop doet, dat de pijn weg is. Dat duurt even een kwartier, 20 minuten, soms een half uurtje. Ja, en dan voel je het. En dan voel je echt dat de pijn gaat verlichten. En je ziet de zwelling ook weggaan. Ja, en wij weten het echt uit ervaring, want we gebruiken het behoorlijk veel. En hij heeft talloze bijnamen, zoals bijvoorbeeld Timmermanskruid voor de Timmerman die op zijn vingers sloeg. Ik kan me voorstellen waarom dat het zo heet. En ook Heelkruid is een bijnaam. Ja. Nou, en hij heet Smeerwortel omdat je hem dus gewoon smeert. Moet smeren. Ja. Want het helpt je. Nou, ik hoop dat we jullie een goede tip mee hebben gegeven. Ga hem even halen, de plant. Ga geen grote hoeveelheden halen. Is helemaal niet nodig om de natuur toe te takelen. De plant die wij net uitgegraven hebben, die zetten wij in de tuin. Dus ja. Ja, dat is ook nog een tip natuurlijk, hè. Neem hem mee, inderdaad. We hopen dat jullie het overnemen. Ja, inderdaad. Nou, lieve schatten. Maak dit voor jezelf. Je hebt er een heel jaar plezier van met je hele gezin. Maak het voor je familie als cadeautje. Want het werkt gewoon. En maak er vooral zo'n leuk etiketje op zoals dat wij hebben gedaan. Dan is het echt heel leuk om te krijgen. En het blijft lang houdbaar. En ja, deze plant verdient het gewoon. Zeker. Om in dit filmpje absoluut de hoofdrol te hebben. Ja. Wij zijn er heel dankbaar voor. Ja, we hebben er echt heel veel profijt van. Ja. Doei. Nou, doeg.